185 passagiers zijn rond 2:15 geëvacueerd uit een vliegtuig van Transavia dat op het punt stond te vertrekken op Eindhoven Airport. Aanleiding was een rookontwikkeling bij een van de motoren. Op het vliegveld werd onmiddellijk alle veiligheidsprocedures in werking gesteld. Zo'n 15 hulpvoertuigen rukten uit, maar hoefden niet in actie te komen. De Boeing 737 van Transavia wilde vertrekken naar Palma de Mallorca, toen er sprake was van een rookontwikkeling. De passagiers zijn meteen uit het toestel gehaald. Volgens een ooggetuige werd er niet geblust. En de passagiers, zitten die nog in het vliegtuig? Nee, die zijn later eruit gestapt. Het had wel een goed 20 minuten geduurd. En toen ze eruit mogen. Dus er was geen paniek? Nee, er was geen paniek. En is er nog geblust door de brandweer? Of? Nee, niks. Alleen ja, die motor is iets aan de hand, dacht ik. Was er wel rookontwikkeling? Nee, dat ik zo niet gezien heb. Niet. Lees donderdag meer in het ED. Thank you.